Goedendag. Ja, we hebben te maken met een herfstachtig weertype. Af en toe regent het stevig door. Met name gisteren had het noorden en westen met de meeste regenval te maken. Regionaal viel er meer dan 20 mm regenwater. Nou, en ook vandaag is het weerbeeld toch echt nog wel bewolkt en regenachtig te noemen. Het zuiden heeft nog wel het vaakst te maken met de droge periode. Deze foto komt dan nog wel uit het uiterste noorden van het land, met daar nog enkele opklaringen. Het zuiden heeft vandaag in de loop van deze dinsdag nog wel met opklaringen te maken. En in de loop van woensdag en donderdag wordt het op steeds meer plaatsen droog en komt de zon ook vaker tevoorschijn, dus dan wordt het weerbeeld een stuk vriendelijker. Op dit moment hebben we dus nog wel met dat lage drukgebied te maken. Tot op dit moment nog een beetje rond boven de Noordzee. Trekt uiteindelijk in de loop van dinsdag en woensdag ten zuiden van Nederland weg. Wij krijgen dan te maken met een noordoostelijke stroming. Eerst nog wel veel bewolking en nog enkele buien die dan overtrekken op de woensdag, maar met name donderdag. Ziet er een stuk positiever uit. Dan veel meer opklaringen, meer ruimte voor de zon. Onder invloed van een hoge drukgebied, wat zich opbouwt net ten noordwesten van Nederland op de Noordzee. We krijgen dan ook te maken dus met rustige weer, minder wind. En dat betekent ook dat het in de nachten flink kan gaan afkoelen. Het zou mij niet verbazen als we in de nachten van donderdag op vrijdag en vrijdag op zaterdag regionaal de eerste vorst gaan noteren. Nou, dat is nu nog niet het geval. Vanmiddag dus nog regenachtige perioden. En ook vanavond is dat nog het geval. Met name in het zuiden dus wel de grootste kans op opklaringen, met temperaturen zo tussen 12 en lokaal nog wel 14 graden. De wind is nog wel variabel. Je ziet hier echt mooi het lage drukgebied in liggen. Ten oosten van het lage drukgebied nog een zuidelijke stroming. Ten westen daarvan, juist al die noordoostelijke stroming. En vannacht draait uiteindelijk die wind dan overal naar die noordelijke richtingen. Is dan matig van kracht. Het koelt af naar zo'n 9 tot 12 graden en in opklaringen. Met name in het zuidoosten kan het nog wat verder afkoelen naar een graad of 7. Daarbij een mix van opklaringen, wolkenvelden en dus nog wel die regenachtigere momenten die er dan nog zijn. Morgen starten we dan nog lokaal ook met wat regen. Maar in de loop van de dag wordt het wel op steeds meer plaatsen droog met meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan op er naar zo'n 13 tot 15 graden. Maar het voelt toch echt wel een stuk kouder aan. En dat komt allemaal door de stevige noordoostenwind die er staat. Die is matig boven land tot mogelijk zelfs vrij krachtig aan zee. Dus een extra dikke jas is dan wel aan te raden. De donderdag ziet er wel wel een stuk aangenamer uit. Meer ruimte voor de zon. Ook temperaturen die een fractie hoger uitkomen met zo'n 15 of 16 graden. En met name die wind is dan wat afgezwakt. Is nog wel matig van kracht uit die noordoostelijke richting. Maar donderdag lijkt wel echt een mooie dag te worden om erop uit te gaan. Nou, dat geldt ook voor de vrijdag. Dan waarschijnlijk flinke zonnige periode. Een graad of 16. We zien hier ook die nachten dat die flink kunnen gaan afkoelen, gemiddeld 4 of 5 graden. Maar. Lokaal kunnen we dus misschien wel die eerste vorst gaan noteren van dit seizoen. Het weekend start nog droog, maar in de loop van de zondag neemt de kans op een enkele bui wel weer toe. Ook een toename van de bewolking dan. Komt omdat de wind weer gaat draaien naar zuidelijke richtingen door een lage drukgebied wat dichterbij begint te komen. Betekent wel dat de temperatuur langzaamaan weer omhoog gaat. Maar dus ook weer wisselvallig weer. Dan pak ik nog even de pluim erbij. Daar zien we ook mooi die tweedeling terug van deze week. Eerst onder invloed van het hoge drukgebied een grote dagelijkse gang met in de nachten dus... Kans op forse maar overdag veel meer ruimte voor de zon. Vanaf zondag gaat de stroming draaien richting het zuidwesten. Gaat de temperatuur weer omhoog. Maar daarbij neemt dus ook wel de kans op wisselvalligheid weer toe. Tot de volgende keer!